stem uit de hemel zei, sta op Petrus, u mag er zoveel van slachten en eten als u wilt. Maar heren, ik heb nog nooit iets gegeten wat voor een Jood verboden is. De stem kwam opnieuw. Als God zegt dat u iets mag eten, dan mag u het eten. Oké. Okay. Handelingen 10, vers 13 tot 15. Dat is wat ik net even gelezen heb. Wat je uit het gedeelte kan halen is eigenlijk best wel bijzonder. We hebben het over een Jood die een strikt patroon had van wat hij wel mocht en wat hij niet mocht. Precies volgens de wet. Petrus, die hield zich eraan. Hij wist precies wat hem te doen stond, volgens de wetten en regels die hij geleerd had. Het was een opvoeding uit. En natuurlijk ook in zijn wandel met de Heer Jezus in die zin. Maar het moest hem toch nog even wat duidelijk te maken, gemaakt worden. En de Heer had er niet voor niks dat zo gedaan. Want hij had er gelijk een reden voor. Dus het is een persoonlijke toelichting op het voedsel wat hij mag eten. Bij de Joden waren een hoop dieren onrein. Dus als hij dus, voordat hij dus mee in gesprek gaat met Cornelius, wat hij nog niet eens wist, wat de Heere wel wist, maar wat hij in ieder geval nog niet wist. En hij krijgt dan zo'n visioen, of gezicht, of het is maar net welke bijbeltaling je leest. Dus bijvoorbeeld, even kijken, Statenvertaling. Even kijken, en een zeker vat tot een neerdalen. Terwijl het vanuit het boek vertaald wordt met een groot kleed. Het komt er in ieder geval op neer dat hij iets te zien kreeg wat de Heer aan hem duidelijk wilde maken. En op welke manier dat gebeurde, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het gaat erom wat de boodschap is die erachter zit. Petrus die had dit nodig om een vrije blik te kunnen krijgen. Om Cornelius, zoals we zo meteen zullen lezen, te kunnen toespreken, te kunnen zien. En ook een open hart hierin te kunnen krijgen. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat de Heer op die manier, terwijl Petrus daar zit te verhongeren bijna, om het maar zo te zeggen. Want hij werd gekookt daar beneden. En hij zit op het dak. Dat ondertussen, ja, met al die geurtjes zo in zijn hoofd komen. En anders zou misschien zeggen van ja, hallo, een of andere Fata Morgana dat hij gekregen heeft. Nee, want het is zo dat de Heer het heel specifiek tot hem sprak. En een boodschap had om door te geven. En die had hij nodig om later met die mannen van Cornelius mee te kunnen gaan. Die aan de deur zouden komen. Ja, ik zou zeggen, laten we maar gaan lezen. Ik hoop dat je het gaat snappen. En doe anders even een system check. Want als Gods woord niet tot je spreekt, is het de vraag natuurlijk of het wel duidelijk is. Dus, we zullen het gaan lezen. Even kijken, Handelingen 10, vanaf vers 1. In Caesarea woonde Cornelius, de commandant van een zogenaamd Italiaans reglement. Deze man was erg gelovig. Trouwens, volgens mij staat er ergens anders weer Romeins, maar goed, in ieder geval buitenlands. Deze man was erg gelovig. Hij en zijn hele gezin hadden diep ontzag voor God. Hij gaf veel weg aan de armen en was een man van gebed. Op een middag, rond een uur of drie, kreeg hij een visioen. Hij zag duidelijk een engel binnenkomen, die voor hem ging staan en zei, Cornelius. Cornelius keek hem met grote ogen aan en begon bang te worden. Ja, heer, stamelde hij. Wat is er? De engel zei, God heeft uw gebeden verhoord en hij heeft gezien wat u voor de armen hebt gedaan. Stuur een paar mannen naar Joppe om een zekere Petrus te zoeken en hem te vragen naar uw huis te komen. Hij logeert bij Simon, de leerlooier die aan zee woont. Zodra de engel weg was,
riep Cornelius twee van zijn huisknechten en één van zijn lijfwachten, een gelovig man. Hij vertelde hun wat er was gebeurd en stuurde hen naar Joppe. De volgende dag, terwijl de man in Joppe naderde, ging Petrus het platte dak op van het huis om te bidden. Het was omstreeks het middaguur en omdat hij honger had, wilde hij graag iets eten. Maar terwijl de eten klaargemaakt werd, raakte hij buiten zichzelf. Hij zag de hemel open en er kwam iets naar beneden wat op een groot doek leek. Het werd aan vier hoeken vastgehouden en op de aarde neergelaten. Op het kleed lagen allerlei dieren, zoogdieren, reptielen, vogels. En een stem uit de hemel die zei, sta op, Petrus, u mag er zoveel van slachten en eten als u wilt. Maar heren, zei Petrus, ik heb nog nooit iets gegeten wat voor een Jood verboden is. De stem kwam opnieuw. Als God zegt dat u iets mag eten, dan mag u dat eten. Dit gebeurde drie keer en toen werd het kleed weer de hemel ingetrokken. Petrus wist er niet goed raad mee. Hij vroeg zich af wat dat visioen kon betekenen. Op dat moment stonden er enkele mannen voor de deur die gestuurd waren door Cornelius. Ze hadden het huis van de leerlooier Simon gevonden en vroegen of daar ook een zekere Petrus logeerde. Terwijl Petrus nog over het visioen zat na te denken, zei de geest tegen hem, Petrus, er zijn enkele mannen voor u. Sta op, ga naar beneden en aarzel niet met hen mee te gaan, want ik heb hen gestuurd. Petrus ging dus naar beneden. U zoekt mij, zei hij tegen de mannen. Maar waarom eigenlijk? Ze antwoordden, we zijn gestuurd door Cornelius, een Romeins, kijk eens aan, ik kan wel zeggen, Italiaans, een Romeins officier uit Caesarea. Hij is een goed man en heeft diep ontzag voor God. Hij wordt door de Joden op handen gedragen. Nu heeft een engel van God hem gezegd dat hij u moest vragen naar hem thuis te komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Petrus vroeg de man om binnen te komen en nodigde hem uit om te blijven slapen. De volgende morgen maakte hij zich klaar om met hem mee te gaan, samen met enkele andere volgelingen van Jezus uit Joppe. De dag erop kwamen ze in Caesarea aan. Cornelius, die zijn familie en zijn beste vrienden bijeen had geroepen, stond al te wachten. Toen Petrus binnenkwam, liep Cornelius naar hem toe en viel hem op zijn knieën. Volgens mij ga ik over mijn tijd heen, maar dan knip ik het zo meteen wel in twee delen.